Gelderland had de adel eeuwenlang de macht. En de belangrijkste Gelderse edelman was de prins van Oranje. Willem V had dit servies op tafel en het is gedecoreerd met allemaal voorstellingen van Nederlandse stadsgezichten bijvoorbeeld. Nou, dan zit je aan tafel je eigen land op te eten. In de 18e eeuw komen de Gelderlanders in opstand tegen de macht van de Oranjes. Het is één grote aanklacht tegen alles wat Oranje allemaal fout doet. Maar dat was de beschermheer van een heel stelsel, van een hele politieke bestuurstructuur, waarvan Van der Capelle zei, daar moet een einde aan komen. Ook de burgers in de Gelderse steden eisen inspraak in het bestuur. Met alle bloederige gevolgen van dien. Een aantal van zijn mede-opstandelingen, mag je wel zeggen, die zijn hier opgehangen. En hij is in 1705 onthoofd. Vandaag in Ridders van Gelre, waarom Gelderland de kraamkamer van de Nederlandse democratie is. Arendsen, ben je er al uit? Op wie ik ga stemmen? Op 15 maart. En of je gaat stemmen? Ja, natuurlijk ga ik stemmen. Ik weet alleen nog niet op welke partij, maar wel dat het een Gelderse kandidaat wordt. Ja, natuurlijk op een Gelderse kandidaat. Hier is de democratie het hardst bevochten. Maar dat staat we niet in de vaderlandse geschiedenis, hè? Als je die boeken leest, dan lijkt het alsof we de democratie in Nederland als een kraslot cadeau hebben gekregen. Nou, het is een behoorlijke strijd geweest voordat wij die koning van Oranje een beetje in zijn hok getimmerd hadden, hoor. Er zijn zelfs doden bijgevallen. Het wordt tijd dat wij vandaag vertellen welke strijd er in Nederland is geleverd voor onze democratie. Het ware verhaal. Goedemorgen. Hallo. Hier, identiteitsbewijs. Klopt, prima. 0200 070192. Hier. We mogen tegenwoordig veel klagen over onze democratie. Maar ik ben nog altijd blij dat ik eens in de zoveel tijd mag stemmen. Dat was vroeger wel anders. Veel van onze Gelderse voorouders hadden in de middeleeuwen inspraak in het stadsbestuur. Maar een prins van Oranje pakte die oude rechten zonder pardon van de Gelderse burgers af. Dit is hem, hè. De grote boosdoener voor ons. Prins Willem III van Oranje-Nassau, erfstadhouder in Gelderland. Wat doet hij ons aan, Fred? Nou ja, hij ging een aantal dingen regelen rondom de regering. Dat staat hier ook. Dit boek werkt erin staat. Het orderen en de reglement waarna de regeringen des vorstendoms Gelre, het was een hertogdom toen nog, en de graafschap Zutphen in het toekomende zal worden beleefd. Ja, hij zegt, prins Willem III, de erfstadhouder, ik wil dat Gelderland nu op deze manier wordt bestuurd. Zoals het hier staat geschreven. Exact. En hoe gaat het dan? Ja, dat gaat eigenlijk zo dat hij krijgt min of meer een dictatoriale macht. Want hij kan in elke stad, of het nou Nijmegen is of Wageningen of waar dan ook, daar kan hij alle bestuurders aanwijzen. Of kan, dat doet hij ook. Hij bekijkt zelf wel wie hij hebben wil. En dan kiest hij gewoon zijn vriendjes waarschijnlijk. Dan kiest hij zijn vriendjes, ja. En daarmee heeft hij dus die hele periode in Gelderland dat hij regeerde, heeft hij de macht volledig in de handen kunnen houden. De burgers in Gelderland hadden eigenlijk geen enkele zeggenschap meer in hun eigen steden. Dat klopt. Maar op dat moment toen dat werd geregeld in 1675, zaten ze daar helemaal niet mee. Want ze waren alleen maar heel blij dat hun land bevrijd was van koning Lodewijk XIV, die hier had huisgehouden met zijn troepen. Dus met dit regeringsreglement veegt de erfstadhouder, de prins van Oranje, alle oude afspraken die we hadden in Gelderland van tafel? Dat klopt precies. Het staat echt haaks op wat in de verbondsbrief van 1436 staat. Ik zal hem eventjes openen. Een prachtige oude akte. Je ziet hier de zegels van de edelen, daar de zegels van de steden. Ik zie bijvoorbeeld hier het zegel van Herman van Mekeren. Dat was een van de ridders destijds. En oh ja, hier zien we het wagenwiel van het zegel van Wageningen. Daar kun je ook nog net een stukje van zien. Dit is 1436. En dat is 250 jaar eerder dus, hè? Ja, ja. Oude middeleeuwse afspraken. Ja, en die afspraken, ja, wat hielden die in?
Het had er eigenlijk mee te maken dat die hertog van Gelre van toen, dat was hertog Arnold, die zat financieel erg moeilijk. Dus die ging bij de steden en de ridderschap vragen om steun. Ja, en die zeiden, ja, dat kan je wel willen, maar dan willen wij ook wel invloed op het bestuur. Dus je mag voortaan niet zomaar dingen doen die wij niet zouden willen. Die burgers in Gelderse steden die inspraak hadden in het bestuur, hoe heetten die? Die heetten de gemeenslieden. En dan staat gemeen niet voor iemand die gemeen is, maar voor de gemeenschap. Dus het waren lieden uit de gemeenschap die stemrecht hadden. Dat waren bijvoorbeeld de rijke bakkers, dat waren de lakenkooplieden. Het waren allemaal eigenlijk degenen die ook in een gilde waren georganiseerd. Die stemden daarin mee. Maar dus gewone burgers eigenlijk? Ja, maar ze moesten in ieder geval wel echt burger zijn. En niet iedereen kreeg dat burgerrecht. Dat moest je toch een bepaald inkomen hebben. Dus ja, er was wel een begin van democratie. Om nou te zeggen dat het democratie is zoals wij daar nu naar kijken, nee, dat was toch nog niet het geval. Maar het begin was er dus al in die middeleeuwse steden. Ja. En daar maakte Willem een einde aan. Precies. In zijn geval is hij gewoon de, ik zou bijna zeggen, de autocraat die zegt, zo moet het gebeuren. De dictator. Ja. Rijke burgers, bijvoorbeeld bakkers en bierbrouwers, hebben in Gelre dus al inspraak in het bestuur sinds de middeleeuwen. En één stadhouder, één prins van Oranje, maakt daar in één klap een einde aan. Geen wonder dat de bevolking in heel Gelre in opstand komt, zodra die prins van Oranje overlijdt. In het stadsbestuur destijds, daar zaten de gemeenslieden. Ja. Wie waren dat? Dat waren mannen, burgers van de stad. Meestal zaten ze in gilden. Gereformeerde mannen van gegoede huizen. Gereformeerde mannen? Je mocht alleen maar in het bestuur van Nederland als je gereformeerd was. Oh ja, dat was natuurlijk door Maurits en zo, ja. Mm-hmm. En ze woonden hier? Dit waren hun huizen, inderdaad. Spakhuizen aan de rivier. Dus het waren gereformeerde burgers met een beetje poen? Schippers bijvoorbeeld, bakkers, brouwers, een kunstschilder, schoenmaker, van alles. Het is wel een mooi plekje. Ja, de bouwerij. Hartje stad. Die gemeenslieden, die rijke burgers. Mm-hmm. Wat voor macht hadden zij dan? Nou, zij moesten goedkeuring geven over alle financiële beslissingen van de raad. Zoals bijvoorbeeld over belastingen. En daarnaast verkozen zij de nieuwe raadsleden. Oh, dus ze hadden eigenlijk stiekem de touwtjes ook wel een beetje in handen. Ja, ze hadden behoorlijk toch wel wat te zeggen. En Willem III, die knipte die touwtjes een beetje door, volgens mij. Ja, hij wilde van dat gemeenteliedencollege af. En hij is ook letterlijk laten uitsterven. Uitsterven? Door gewoon geen nieuwe meer te benoemen? Ja, ze werden voor het leven benoemd. En in die 30 jaar waren er zoveel uitgestorven dat er nog maar 6 over waren van de 32. Dus Willem III had dus heel veel macht weer, want die kon zijn gang gaan. Ja. En wat gebeurt er dan als Willem III overlijdt? Dan denken de mensen, nu kunnen we weer terug naar de tijd voor de stadhouder. Dus terug naar een volledig gemeenteliedencollege. Dus dat we weer onze eigen macht in handen hebben in Gelre en Nijmegen. Precies. Ja. Maar wat doen mensen dan? Ze gaan de straat op. Ze gaan demonstreren. En heeft dat zin? Een beetje de straat op gaan? Of... Ja, de raad voelt zich zo onder druk gezet dat ze 3 maanden later al een nieuw gemeenteliedencollege aanstellen. Dus nieuwe burgers weer terug aan de macht komen. Zo. En dat gebeurt vooral hier in Gelderland, hè? Ja. Het onafhankelijke geest, die is wel sterk hier, hè? Ja. Dat zie je in die tijd ook, ja. Ik vind het een goed begin van de dag. Ja, alsjeblieft. Proost. Dank je wel. Nou, op de Gelderse eigenwijze burgerij? Ja, op de brouwers en de schippers. Zeker. Na de dood van prins Willem III kiezen gemeenslieden in heel Gelre nieuwe stadsbestuurders. Dat is de adel een doorn in het oog. De edelen zitten in het provinciebestuur en zij zijn nog altijd oranje gezind. Op Huis de Voorst woonde een van de grootste vrienden van prins Willem, Arnoud Joost van Keppel. Hij kreeg een fikse ruzie met het nieuwe stadsbestuur van Zutphen. Hierachter ligt Huis de Voorst. Ja, dat klopt. Dat is net buiten de gemeente Zutphen. Het is een enorm landgoed. Het is in de rond 1700 gebouwd voor Arnold Joost van Keppel. Ja, dat is hij, hè? Ja, dat is hij. Ja, dat klopt. En hij was een grote vriend van
de prins van Oranje. Van de prins van Oranje. Van prins Willem III. Zij gingen samen in deze regio jagen. Zoals bekend, Willem III liet het Loo verbouwen tot jachtslot. En voor zijn, laten we zeggen, goede vriend Arnold Joost van Keppel. Ja, hele goede vriend, hè? Hele goede vriend. Ze deden het gewoon met elkaar, toch? Zo, Niemand heeft het ooit op willen en durven schrijven, maar wel alle argumenten. Dus we gaan er maar vanuit. Maar wat hadden de Zutphenaren, dat nieuwe stadsbestuur van Zutphen, nou tegen Huize de Voorst? Nou, Huize de Voorst was een enorm gebied. Er was door Willem III was het aan elkaar gekoppeld met het velden, waardoor de Berkel er doorheen stroomde. En de Berkel was van groot belang voor Zutphen. Van Willem III kreeg van Keppel toestemming om op zijn terrein enorme waterpartijen aan te leggen. Moet je voorstellen, zoals de tuinen van het Loo eruit zien, zo zagen ook de tuinen van de Voorst er in die tijd. Ja, met grote fonteinen. Grote fonteinen, en daar heb je heel veel water en waterdruk voor nodig. Dus in eerste instantie had het gemeentebestuur toestemming gegeven om het water af te kanalen. Dus op een bepaalde manier dat water omhoog te brengen met een watermolen. Als er maar niet te weinig stroming overbleef. Maar in werkelijkheid bleef er heel weinig stroming over. We varen hier precies op die stuw af, die ongeveer op de plek ligt waar ook die stuw lag die voor Huize de Voorst werd gebouwd. Die stuw hadden ze nodig om waterdruk te maken voor alle fonteinen in de tuinen van de Voorst. Ja, waar het waterpeil in de Berkel zakte, zodat de handelsschepen er niet meer over konden varen. Ja, de handelsschepen werden sowieso natuurlijk door die stuw geblokkeerd. En het water werd laag en de watermolens in Zutphen kregen niet meer genoeg water, waardoor de industrie inzakte. Dat was voor de industrie niet goed, voor de handel niet goed, voor Zutphen niet goed. En dus werd het afgebroken door de Zutphenaren. En dus maakten ze van hun middeleeuws recht gebruik om alle bruggen en sluizen en stuwen in de Berkel te slopen. Nogal rigoureus. Ja, maar goed, ja, het is hun belang. Hè? Hoe loopt het af, de strijd tussen het nieuwe stadsbestuur van Zutphen en Huize de Voorst? Het stadsbestuur wint omdat ze op een bepaald moment het hele provinciebestuur in de stad hebben. En de stad gooit de poorten dicht, ze kunnen er niet uit. Ze zeggen eerst Huize de Voorst weg. Ja. En dan pas mogen de provinciebestuurders weer naar huis, de stad verlaten. Ja, het is gewoon vastzetten. En niet de Voorstweg, maar de Stuwweg. Ja. En dat lukt. Ja. Maar dat is ook wel radicaal, hè? Gewoon het provinciebestuur gijzelen in de stad. Dat gebeurt er eigenlijk. Ja, dat klopt. Ja, dat klopt. Nou ja, dat is de mogelijkheden van de oude vestingstad. Hè? Je doet de poort dicht en niemand kan er meer in of er meer uit. Gelukkig staan de poorten nu gewoon open. Ja, we kunnen er nu zelfs doorvaren, dus dat, ja. Na een paar jaar ontspoorden de opstanden in Gelre volledig. In Nijmegen pleegde een oude oranjegezinde burgemeester een staatsgreep. Heftige gevechten braken uit. De staatsgreep mislukte. Het nieuwe stadsbestuur liet 5 aanslagplegers ophangen. En hun lijken bungelden hier, voor de ramen van het stadhuis. De leider van de staatsgreep was de oude oranjegezinde burgemeester Raukens. Goedemorgen. Goedemorgen, u bent Bros. Ridder Bas, ik was al zo vrij om hier binnen op u te wachten. Maar ik ben eigenlijk op zoek naar een van uw voorgangers, meneer Raukens. Oh, meneer Raukens, ja, dat is een hele tijd geleden al. En het is niet zo goed met hem afgelopen. Willem Raukens bedoelde u? Ja. Ja, die is al sinds begin 18e eeuw, 1705, niet meer onder ons. Helaas. Wat is er met hem gebeurd? Nou, hij was lid van een van de families, regentenfamilies zoals ze het toen noemden, die altijd stadsbestuurders leefden. En in die jaren, met name begin van de 18e eeuw, ontstond er flink wat rumoer in de stad, omdat steeds dezelfde regenten werden benoemd door de toenmalige stadhouder, Willem III. Ja. En die overleed in 1702 en toen dachten anderen, nou moet het dus afgelopen zijn, altijd weer diezelfde. Meneer Raukens en de oude plooi, zo heette dat ook zo mooi, hè? Die verzetten zich daartegen, probeerden om een lang verhaal kort te maken in 1705 met het nodige geweld weer terug aan de macht te komen. En toen liep het slecht met hem af. Een aantal van zijn mede-opstandelingen, mag je wel zeggen, die zijn hier opgehangen. En hij is in 1705 onthoofd. Is het burgemeesterschap in Nijmegen altijd zo'n onzekere baan? Of er zijn wel meer mensen geweest in de loop van de eeuwen die onvrijwillig zijn gegaan. Maar met hem is het wel heel bijzonder slecht afgelopen. Maar uw hoofd zit er nog op. Ja, ik hou dat ook maar zo. Waar neem je me mee naartoe, Joost? We gaan hier de kelders in. En we komen eerst naar de martelkamer. Hallo.
Van, ja, ja. Dit is de martelkamer van het stadhuis geweest. Nou, en dit is dan de plek waarvan wordt gezegd dat Raucus gevangen heeft gezeten. Wat een benard hokje. Ja, ja. Nou, ik mag wel... Ja, jij mag er nog in. Oh, jongens. Je moet geen claustrofobie hebben. Het zijn angstige uren geweest voor Raucus in zo'n cel. In zo'n hokje. Het is benauwd, het is krap. Maar hij heeft er niet lang gezeten. Het is maar een dag. Ga maar gauw weg hier. Het is echt, Ja. Ja, en dan komen we hier op de plek waar Raucus dan onthoofd is. Onthoofd? Ja, hij is onthoofd. Met een zwaard. Maar wat een heftige tijd. We hebben een volk dat inspraak wil. De oude plooi die dat niet wil, de oude garde, die Raucus, die gaat er tegenin. Ja. Wordt onthoofd. En zijn metgezellen worden opgehangen. Ja, het klinkt gewoon als een Gelderse revolutie. Nou, het was inderdaad wel heftig. En natuurlijk, er werden pogingen gedaan om de macht te grijpen. En het volk wordt bewust dat ze inspraak kunnen eisen en dat daar mogelijkheden liggen. Dus een en kleine, dat is een begin kiemetje van democratie. Een begin inderdaad van wat dan wordt gezegd de democratische revolutie die in die 18e eeuw plaatsvindt. En dat is in begint dus hier in Gelderland, in Nijmegen. Hier in Gelderland is daar een belangrijke bron voor. Ja. Wat een puinhoop. Ook in andere Gelderse steden staan de oranje gezinden en de aanhangers van de nieuwe stadsbesturen lijnrecht tegenover elkaar. Er moet een oplossing komen om een complete burgeroorlog in Gelre te voorkomen. Hoe eindigt die Gelderse revolutie nou? Nou, die revolutie eindigt in 1722. Als de gemeenslieden erin toestemmen dat er een scheidsrechter komt tussen de strijdende partijen. En die scheidsrechter wordt de prins van Oranje. Een nieuwe prins van Oranje die moet optreden als scheidsrechter tussen het oude en het nieuwe stadsbestuur. Dat klopt. Willem IV wordt scheidsrechter, maar pas in 1750 krijgt hij in deze zaal de absolute macht. Dus hier in deze zaal krijgt de nieuwe prins van Oranje alle macht in Gelderland? Ja, dat klopt. Een groot feest. Iedereen was erbij. Uit alle steden, het platteland, de adel. Feest. Feest, ja, ja, echt feest. Alle mensen uit het provinciebestuur zaten hier. Ja. Prins van Oranje kwam gewoon een grote kwam deur. Kwam binnen, stond een, nou, bijna een troon, een stadhoudelijke stoel die speciaal voor de gelegenheid gemaakt was. Dus het volk wilde een sterke leider en dacht als we een stadhouder aanstellen, net als Willem III, dan krijgen we die misschien in zo'n Prins van Oranje. Ja, ze hadden gedacht dat daarmee de burgerij gesteund door de stadhouder meer macht zou krijgen. Ja, maar door de Prins van Oranje. Door de Prins van Oranje, maar uiteindelijk bleek de Prins van Oranje gewoon weer net zoveel macht te krijgen als zijn voorganger. Ja. En hadden ze toch niet zoveel te vertellen. Ja, maar dat hadden ze toch kunnen weten, want Willem III was ook wel een dictator. Ja, maar leren we wat van de geschiedenis? Gewoon weer een sterke leider aanstellen, weer zo'n Prins van Oranje en de geschiedenis herhaalt zich. Dat klopt, ja, ja. Nou, hij kreeg wel heel veel macht. Hij kreeg de macht over het leger, hij kreeg dat stadhouderschap. En het stadhouderschap werd ook nog eens een keer erfelijk. Dus zijn zoon die er al was, wist al wat het ging worden. Dat zou Willem V worden? Ja, stadhouder Willem V. Uiteindelijk is Willem IV ook echt een van de voorouders van koning Willem-Alexander, hè? Dat klopt, ja, ja, ja. Dus hier in deze zaal wordt bepaald, de Oranjes die blijven voor altijd. Ja, dat klopt. Dan kwamen we er nooit meer vanaf, van die Oranjes. Nee. Niet, dat klopt. Ongelooflijk. Eerst voert het volk een heftige strijd tegen de Oranjes en hun aanhangers. En dan helpen ze een nieuwe prins van Oranje in het zadel. De burgers wilden een sterke leider tegen de regentenkliek en tegen de achterkamertjespolitiek. Zouden wij burgers nu, in 2016... eigenlijk wijzer zijn dan 300 jaar geleden? Eind 18e eeuw hebben de Oranjes ongelooflijk veel macht. Ja. Kunnen alles doen wat ze willen. En er is één Gelderse familie, de familie van de Capelle, die daar tegenin gaat. Ja, en nou ja, dat is eigenlijk niet zo verwonderlijk. De familie was altijd een beetje tegen Oranje. De opa van degene die de grote man werd op het eind van de 18e eeuw van dat verzet tegen Oranje, Johan Derk van der Capelle. Ja. De opa daarvan was al een Arnhemse burgemeester van de Nieuwe Plooi. Ah. Dus van diegene die tegen Oranje... Die wilde al meer inspraak. Ja, en
Ja, die moest in 1707 vluchten naar Tiel. En in die plaats is dan ook Johan Derk van der Capelle tot de Pol geboren. En daar zie je hem. En we zijn hier dus op zijn landgoed. Hij is dus de schrijver van het Democratisch Manifest, zoals het ook wel wordt genoemd, aan het volk van Nederland. En daar doet hij allerlei oproepen aan de Nederlanders, aan de Nederlandse burgerij, aan het volk, om te zeggen van zorg dat je zelf je regeerders gaat verkiezen. Democratie dus. Het volk gaat zijn regeerders verkiezen. En het is één grote aanklacht tegen alles wat Oranje allemaal fout doet. Alle voorouders van Willem van Oranje en stadhouder Willem III. Nou, alle kwalen. Machtswellustelingen. Dat waren het, ja. Toen het uitkwam, wist niemand wie de schrijver was. Het was anoniem. Het is verspreid in de nacht, 's nachts. Overal op de plekken in Nederland werd uit koetsen gegooid. Het kwam in één keer op in de brievenbus, zeg maar, van regenten kwam het binnen. En het is één grote operatie geweest die echt, het bleef een lange tijd een geheim. En pas, nou, 20, 30 jaar geleden is men er eigenlijk definitief achter gekomen dat het Johan Derk inderdaad was. Die het zo kort geleden? Nog maar heel kort geleden. En dat is geschreven op dit landgoed? Ja. De familie van de Capelle was adel. Stinkend rijk, zouden we zeggen. En die gaat dan juist tegen hun eigen klasse in. Ja. Nou, dat is nog eens nobel. Nou, dat is idealisme. Ja. En dat is wel een van de meest fascinerende dingen van die 18e eeuw. Dat daar mensen zijn die anders gaan denken. En dat is onder invloed van onder andere de ideeën van de verlichting. Ja, natuurlijk. Men gaat een ander beeld krijgen van hoe de mens functioneert in de samenleving. En moet functioneren. En hoe de mensen gelukkig kunnen worden. Het is geschreven in 1781. Ja. Tot wie richtte Van de Capelle zich? Wie was zijn vijand? Zijn vijand was stadhouder Willem V. Maar eigenlijk nog veel breder. Want stadhouder Willem V stond voor hem voor een heel systeem wat niet deugde. Hij was de beschermheer van een aristocratie. Waarvan hij zei, die kleine groep regenten, dat moet niet meer. Voortaan moet het volk kunnen gaan bepalen wie zijn regeerders zijn. Was Willem V niet blij mee? Die was er bepaald niet blij mee. Het volk luisterde naar wat in het pamflet stond. En ze kwamen in opstand. Dus die Gelderse revolutie, dat smulde en die laaide nu weer op? Die smulde en die werd eigenlijk van een Gelderse revolutie, wat wel de Nederlandse revolutie wordt genoemd. Die heeft zijn kern gevonden in Gelderland. Daar is het begonnen. Zo, wat een kerel, hè, die Van de Capelle. Huh? Ja. Dag meneer Rem. Dag René. U staat er ook echt bij als een oranje prins. Kom verder René, welkom. Ik neem je mee het paleis in. Goed weer te zien. Dit is de zaal van Willem V. Ja, deze kamer is aan hem gewijd. Er staan allemaal objecten, schilderijen die met hem te maken hebben. En er hangt natuurlijk ook dit portret, een beetje Willem V. Op het laatst van zijn leven. En het is een beetje een triest portret van een trieste stadhouder. Het begon allemaal zo mooi. Het is de eerste stadhouder die weet als hij geboren wordt van ik word later stadhouder. Terwijl we niet een monarchie zijn, we zijn een republiek, maar toch is het een regerende dynastie. Willem IV wordt erfstadhouder en dan overlijdt Willem IV als Willem V, ik geloof 3 is of 4. Heel jong is hij. Maar dan wordt hij 18 en dan wordt hij echt een stadhouder. En ja, dit is nou typisch een voorbeeld van monarchie. Dat wil zeggen, je moet het doen met een man die de rechten heeft en dan ook de plichten. In dit geval Willem V. Prins Willem V heeft wel meer macht dan al zijn voorgangers zo ongeveer. Ja, hij is degene die over al die gewesten gaan van onze republiek. En in die zin heeft hij meer aanzien en macht en kan hij meer monarchale trekken ook vertonen. En dat heeft hij ook best wel gedaan. Je kan het ook een beetje zien hè, als je hier om je heen kijkt. Het heeft ook echt wel vorstelijke allure. Het is de stijl van de Franse Lodewijk de 16e en Marie Antoinette en dergelijke. Die zwierige, elegante, klassicistische stijl. Ja, die kennen ze als geen ander, want dat waren allemaal zogenaamd neef en nicht van elkaar. Ik zie daar ook een heel intrigerend portret. Het is een orang-outang. De eerste orang-outang die levend Europa bereikt in 1776. En dat komt omdat Willem V een menagerie had, een eigen dierentuin. En zoals een vorst altijd of vrouwen verzamelde, of juwelen, of porselein, of schilderijen. Het hebben van een eigen dierentuin. Dus dat je kunt beschikken over het dierenrijk uit het paradijs. Nou, dat was het teken van dat je een goed en rechtvaardig vorst was. Kijk René, dat is ook een aspect van vorstelijkheid.
je land op tafel. Een mooi servies op tafel is belangrijk. Een servies is ook een soort statussymbool. Konden we niet maken, porselein in Nederland. Maar dat moest dus uit de Duitse Meissen komen. Willem de Vijfde had dit servies op tafel en het is gedecoreerd met allemaal voorstellingen van Nederlandse stadsgezichten bijvoorbeeld. Nou, en dan zit je aan tafel je eigen land op te eten en dan zit je te kijken en denk je, wat is dat nou? Zutphen blijkt het te zijn, of zoals hier, Nijmegen. Ja. Maar daaronder ook Arnhem, kijk, Arnhem, ja, met de Eusebius. Duidelijk, ja, Harderwijk hier aan de Zuiderzee. Eten van je eigen Gelderland, toch? Ja. Zo staat Johan Derk er weer een beetje netjes bij. Ja, hij houdt zichzelf niet zo best bij, merk ik. Nee, oude man. Nee, het was een 18e-eeuwse gewoonte, zo was het zich niet zo vaak. Nee, dat al ja. Wat een schitterend t-shirt heb je aan. Appeltern, de wieg van de democratie. Johan Derk van de Capelle. Hij heeft toch wel heel veel betekend voor het land, voor Nederland. Met hem is eigenlijk de democratie begonnen, hè? Er was een borstbeeldje van hem, gemaakt door een dominee uit Loosdrecht, dominee Mol. Die had een klein porseleinfabriekje en die maakte van alle Nederlandse patriotten beeldjes. Okay. En die zijn verzameld in Kasteel Siepenstein, dat is een museum. Ja. En we hebben hem mogen lenen en hij is 3D gescand. En daar is deze van? En daar is deze van gemaakt. Hij is een klein beetje veranderd, want hij keek wat chagrijnig. Ah ja, dat is niet meer nodig. En we hebben hem dus een tevreden glimlach gegeven. Nou, misschien kunnen we die glimlach nog iets tevredener maken, maar dan heb ik je hulp bij nodig. Ja? Dan geef ik u wel de eer om namens ridder René en mij... Blijf wel droog, hè Joep? Ja, ja. Ook ridder van Gelre te maken. Oké, dus oké. Okay. Mag je op zijn borst... Wil je dan even... Ja. Ja, dan ga ik voorzichtig terug naar waar ik vandaan kwam. Ik vind je het nog heel soepel doet, Joep. Vind je? Ja. Nou, kijk eens. Het staat hem toch mooi? Ja, zeker. Helaas mocht Johan Derk van de Capelle de gevolgen van zijn pamflet niet meer meemaken. Hij overleed in 1784, 3 jaar na de publicatie. Door het pamflet van Johan Derk komen burgers in heel Nederland in opstand. Prins Willem V moet zelfs vluchten uit Paleis het Loo. Hij gaat naar de oude Valkhofburcht in Nijmegen. Een jaar lang vechten de aanhangers van Johan Derk, de patriotten, tegen het leger van prins Willem V. Nederland staat op de rand van een burgeroorlog. Maar dan roept prins Willem V de hulp in van zijn zwager, die koning is in Berlijn. Een Duits leger verjaagt de patriotten naar Frankrijk. Prins Willem V krijgt opnieuw alle macht in handen. In 1788 wordt in Gorssel het familiegraf van Johan Derk van de Capelle opgeblazen door aanhangers van Oranje. De patriotten zitten ondertussen in ballingschap in Frankrijk. De Oranjes zijn heer en meester in Nederland. De democratie lijkt verder weg dan ooit. Appeltern. Het is de wieg van de vaderlandse democratie. En dat gaan we vieren zaterdag hier op het landgoed waar Johan Derk van de Capelle zijn manifest, zijn democratisch manifest schreef. Tussen 10 en 1 zijn hier gratis voor u rondleidingen. Maar we beginnen bij stoomgemaal De Tuut. Dat is ook in bedrijf. Alle reden om te komen. Tot zaterdag.